Kunt u beschrijven hoe groot de teleurstelling is? Want het is niet zomaar een beetje verlies in die laatste wedstrijd. Het is een teleurstelling dat we van in het begin er niet bij waren natuurlijk. En zeker met in het achterhoofd de goede wedstrijd, de vorige wedstrijd. En ik denk goede play-offs gespeeld te hebben. Is dit natuurlijk spijtig en is dat een teleurstelling. Het is altijd zoeken naar verklaring, hè? Want waarom gaat dat dinsdag zo goed? Declasseren jullie Zwolle en nu is het eigenlijk precies andersom. Bij hun valt alles binnen. Zij schieten 55% driepunters de eerste helft. Ze hebben nog eens een wedstrijd gedaan. Ja, en wij scoren niks. Wij maken 22 punten. Dus dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. En dan wordt er wat gezocht, maar dan hebben we niet ons spel kunnen opdringen dat we andere wedstrijden wel gedaan hebben. Ja. Hoe probeert u dat toch om te draaien? Ik denk dat we door te motiveren, door proberen bepaalde dingen te doen, spelers op hun plicht te wijzen. We hebben dan even zone gespeeld. Dat heeft een momentje geholpen. Maar ja, ze hebben veel schutters. Ze brengen dan Schaftenaar in. Ja, direct de driepunter, dan moet je dat opgeven. En ik denk dat dan de batterijen wel leeg waren ook. Het seizoen zit erop. Toch een prachtig seizoen. Maar welk gevoel overheerst nu? De teleurstelling of toch terugkijken op dat mooie seizoen? We hebben een seizoen gehad met toch wat tegenslagen, denk ik. Ik denk maar aan uitvallen van Kashmir Wright. Dan een hele hoop gekwetsten gehad. Daar hebben we lang moeten aan sleutelen. Ik denk dat we op een zeker moment op niveau waren. Ik denk aan de laatste 7 wedstrijden in de competitie hebben we gewonnen. Dan in de play-offs slecht gestart, maar dan daarna zeer goed, vind ik. Ja, niemand gaf ons kans tegen Zwolle. Als ik artikels las in de krant of waar dan ook. Het ging 4-0 worden. Wel, het is 4-3. We hebben tot de laatste snik gevochten, denk ik. En daar ben ik fier op de groep. Vandaag was het niet goed. Maar dat is nu eenmaal zo.